Hey, mijn naam is Sabina Vissers en ik coördineer fondsenwervende acties en evenementen bij Mind. Dit jaar heeft het evenement Last Man Standing een heel bijzondere insteek. We vormen samen één groot protest, waarbij we met protestborden en spandoeken laten zien waar we 6 uur lang voor staan. Of eigenlijk altijd. Het is helder dat de GGZ of mentale gezondheidszorg niet goed geregeld is in Nederland. En daarom roep ik iedereen hierbij op om mee te doen met Mind Last Man Standing. En met jouw eigen protestbanner te laten zien wat je anders wilt. Op zaterdag 14 oktober komen we daarom samen om onze positieve wensen voor een mentaal gezond Nederland te uiten. Geen negativiteit, maar juist benadrukken wat we wel willen. Begin je protestbord liefst met de woorden ik sta voor en dan wat jij graag wilt. Het is super gaaf als je een foto of een filmpje maakt van jezelf met waar jij voor staat. Als je een foto toevoegt aan jouw sponsorpagina op lastmanstanding.nl, dan kun je in de tekst toelichten waarom dit belangrijk voor jou is. En als je een filmpje maakt en deze op YouTube zet, dan kun je deze via de URL ook toevoegen aan jouw sponsorpagina. En natuurlijk delen op WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn en Twitter. Gebruik bij het delen van jouw actie graag de hashtags Bord voor je kop, LMS 2023 en mentale gezondheid. Oh ja, en tag @wijzijnmind eventjes. Ik hoop van harte dat je deze insteek voor Last Man Standing kunt waarderen. Zelf heb ik er in elk geval heel veel zin in en ik ga staan voor een gelijkwaardige relatie tussen cliënt en behandelaar. Namens iedereen bij Mind, heel graag tot zaterdag 14 oktober.